beton storten. Het is een proces waar met aandacht naar moet worden gekeken. Beton is een mix van zand, cement en grind met specifieke delen. Vandaag ontdekken we hoe beton wordt gestort binnen de industriële sector. We stellen vast dat betonnen vloeren sinds jaar en dag eigen zijn aan industriële projecten. Daar waar ze 20 jaar terug vrij eenvoudige concepten nodig hadden, hebben betonnen vloeren nu een veel strengere vlakheidseis na te leven. Als ook de sterkte van de vloer wordt bepaald door de hoogte van het gebouw. Dus de complexiteit en de uitvoeringstechniciteit is veel complexer dan pakweg 20 jaar terug. Wij kijken als bedrijf en vooral als team zeer positief naar de stijgende vraag wat betreft de betonvloeren en vooral naar de toegenomen complexiteit ervan. Het is zo dat de toegenomen complexiteit ervoor zorgt dat onze bedienden en onze arbeiders dagelijks het beste van zichzelf moeten geven om op die manier naar de wensen van de klant toe het gewenste resultaat te kunnen afleveren. Betoncor is een bedrijf gespecialiseerd in industriële betonvloeren. Wij werken overhands België, noorden van Frankrijk, het zuiden van Duitsland, Nederland. We hebben klanten die zowel hoofdaannemers zijn als rechtstreekse bouwheren. Samen met ons team, met een tiental bedienden, 35-tal arbeiders, proberen we het ganse plaatje aan de klant aan te bieden. We proberen de klant met andere woorden te ontzorgen over alles wat betonvloeren en belasting en fundering betreft. Binnen Betoncorp verloopt een project van A tot Z altijd volgens dezelfde methodiek. Na één of meerdere gesprekken met de bouwheer proberen we een goed beeld te vormen van waartoe de vloer zal gaan dienen. Is dat voor een gewoon bedrijfsgebouw of een werkplaats of een showroom? Naarvaande die gesprekken gaan we dan verder kijken om een stabiliteitsstudie op te richten naar belastingen toe grondkarakteristieken. Eens deze is opgemaakt komen we terug bij de bouwheer met een technisch voorstel, maar ook een financieel voorstel. Eens alles uitgevoerd, dan zorgen we ook voor de opmaak van een asbeeldplan met alle metingen, vlakheidsmetingen, niveaumetingen, startontwikkeling beton, zodat we een project goed kunnen afronden. Bij Betoncor hebben we sinds kort een nieuw totaalstation gekocht waarin een 3D laserscanner geïntegreerd zit. Met deze laserscanner kan met grote snelheid en hoge nauwkeurigheid niveaumetingen uitgevoerd worden van zowel de betonvloer als het grondwerk. Na deze metingen worden plannen gecreëerd waarmee meer beton kan uitgesloten worden als ook de dikte van de betonvloer correct vastgelegd wordt. Deze laserscanner meet veel details op en hiermee worden de kleinste fouten vastgelegd. Hiermee legt Betoncor de lat hoog, wat zorgt voor een grote uitdaging voor het hele team om het project correct af te leveren. Bij Betoncor willen wij dat onze werknemers de firma 's avonds kunnen verlaten zoals ze 's morgens zijn toegekomen. Dit wil zeggen zonder ook maar het kleinste schrammetje. Iedereen wil in een veilige werkomgeving werken waarin de risico's zo laag mogelijk zijn. Hiervoor worden onder andere door werfleiders en projectleiders werkplekinspecties uitgevoerd als ook toolbox-meetings gegeven. Betoncor draagt veiligheid hoog in het vaandel en als er moet geïnvesteerd worden, dan gebeurt dat ook. Afgelopen jaar werd er nog geïnvesteerd in een nieuwe veiligheidshelm die zowel beschermt tegen stoten van het hoofd als vallende voorwerpen, maar ook ergonomisch goed te verdragen is door onze werknemers. Daarnaast wordt ook op regelmatige basis geïnvesteerd in opleidingen, zodat onze werknemers steeds op de hoogte zijn hoe ze hun werk veilig kunnen uitvoeren. Wij kijken als bedrijf en als jong en dynamisch team zeer positief naar de toekomst toe. Op het vlak van bedrijfsvloeren worden deze complexer en veel uitvoeringstechnischer. Dat is net een uitdaging voor ons jong team om zich elke dag te kunnen blijven geven om voor de klant de beste service en beste kwaliteit te kunnen afleveren.